Mijn functie bij Netrein is mechanisch luchtkanaalmonteur. Je bent verantwoordelijk voor remsystemen, voor je deursystemen, ruitenwisselinstallatie. En airco hoort er ook allemaal bij. Een van mijn werkzaamheden is een ruitenwismotor plaatsen. Die heb ik hem eerst op nulstand gezet. En daar moet hij op gezet worden voordat je hem kan monteren. Want anders gaat je ruitenwis in plaats van zo, kan die ook zo vallen en dat is minder. Samen met elektrisch is pneumatisch best wel belangrijk, want daarnaast hebben wij veiligheid voor het hele remsysteem van de trein. Dus denk aan noodremtrekkers, aan een remkraan wat de machinist zelf bedient. Dus ik vind het altijd wel leuk dat je gewoon verschillende werkzaamheden hebt. Je weet wel wat voor werkzaamheden je hebt, maar je weet nooit waar je gaat staan. Je werkt altijd met verschillende collega's, omdat je op verschillende standen staat. Dat is wel leuk. We werken hier al via een werkinstructie en daar staat elke stap wat wij moeten ondernemen. Wat we nu aan het meten zijn is lekkage vanaf een pneumatisch kas tot en met stroomafnemer. Stroomafnemer die worden door cilinders omhoog gehouden. Nou, als daar te veel lekkage staat, betekent dat ze omlaag houden. En op het moment dat ze omlaag houden, kunnen er vonken ontstaan. Nou, werken. Het allerleukste wat ik van mijn werk vind is toch de verantwoordelijkheden wat je uiteindelijk toch krijgt als je een complete remsysteem voor je krijgt. Dan ben je gewoon als het ware verantwoordelijk voor een hele remsysteem van de trein. Dus als een trein een beetje verder stopt dan het station, dan die schuld wil ik niet op me nemen.